Een aantal maanden geleden zijn mensen van het Goethe-instituut hier geweest om een soort Duitse les te geven. Wat is de vervolg erop geweest? Nou ja, de mensen van Goethe Amsterdam en Rotterdam zijn hier geweest om mondelinge examens af te nemen samen met mij. Het traject daarvoor aan vooraf was lezen, luisteren en schrijven, het examen daarvan. Dat heb ik 1,5 jaar met ze getraind. En de kers op de taart, zeg maar, was dan het examen. Waarvan de mondelingen echt ook door de mensen van het Goethe worden afgenomen. En de rest hebben wij in de klas heel officieel afgenomen. Ja, met een goed resultaat. Hoeveel leerlingen hebben er al deelgenomen en hoeveel zijn er doorgegaan of hebben het certificaat gehaald? Van de 52 hebben we de 46 een certificaat mogen uitreiken. Dat gaan we zo meteen doen. Ja. Ja. En wat is nu het vervolg hierop? Want ze hebben natuurlijk een certificaat, ja. Maar de bedoeling is natuurlijk dat ze zich verder in de taal bekwamen. Uiteraard. De bedoeling is, dat is als opstapje bedoeld. Het is een A2 niveau, dat is een basisniveau van de kennis van een buitenlandse taal. Uiteraard wordt het nog aangevuld straks met hun diploma op deze school. Verder kunnen ze dit diploma nog uitbouwen naar een B1 of een B2 of zelfs nog C1 of C2 niveau. Dan zit je al wel echt op native speaker. Maar het is de bedoeling dat onze leerlingen zeker een goede basis gaan opbouwen met de Duitse taal. Omdat de gemeente Winterswijk daar heel erg veel belang bij heeft. Ja, voor de middenstand met name. Uit welke klas waren ze deze leerlingen die geslaagd zijn? Deze leerlingen komen uit 2 VMBO TL. Dat is de theoretische leerweg. En er zitten zelfs nog een aantal leerlingen uit de basis- en kaderrichting bij. Dus mijn complimenten, ja. Wordt hiermee doorgegaan? Ja, de bedoeling is dat we dit elk jaar gaan aanbieden. Mede afhankelijk want de gemeente en de ABH City en de OBW en de ondernemerskring heeft ons geholpen om dit financieel mogelijk te maken. En wij gaan kijken hoe we dit verder kunnen, voort kunnen zetten. Veel succes daarmee. Dank u wel. Dank u wel. Maar ik wil wel eigenlijk even van jullie weten, vonden jullie het leuk om Duits te leren? Nee, ja. Beetje door elkaar. Want ik vind zelf Duits een hele mooie taal. Het is een hele rijke taal. Dus heel veel mooie woorden. Maar het is niet zo makkelijk. Het is niet zo'n makkelijke taal. Dus je moet daar wel goed voor oefenen. Volgens mij heb jij het heel goed gemaakt. Er staat in ieder geval hierop very good. Dat snap ik dan weer niet helemaal. Maar hij staat ook op zeer goed. En als ik volgens mij naar de cijfers kijk, dan heb je het volgens mij hartstikke goed gedaan. En ik wil je hartstikke feliciteren met het behalen van dit resultaat in ieder geval.